Wat opvallend is, is dat je na een pandemie, zeg maar, waarbij kwetsbare oude mensen als het ware overlijden, dat je ondersterfte zou verwachten. Precies zoals Pepijn van Houwelingen dat zegt. Dat zag je ook na die eerste golf en je zag het ook na de tweede golf. En in die periode zie je heel duidelijk een correlatie tussen het aantal besmettingen, het aantal opnames, het aantal IC-opnames, het aantal overlijdens. Dat zie je ook in de tweede golf nog. En in de derde golf gebeurt er iets raars. Dan blijft het aantal covid-doden relatief laag. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft laag, IC-opnames. En toch is er een oversterfte die groter is dan de tweede piek. Dat is raar. Dat verwacht je niet. En ja, de olifant in de kamer, vaccinaties, mag niet genoemd worden. Maar dat zou wel degelijk een rol kunnen spelen. We hebben behoefte aan handvatten. We willen weten of dat zo is, want anders blijft het allemaal bij speculeren. En daar kopen we niks voor. En het erge is, als je als dokter daar niet voor open staat en je zegt, ik geloof, ik vertrouw, dan betekent het, en het blijkt wel aan die vaccinaties te liggen, dan hebben we een heel groot probleem als artsen. Want dan hebben we ontzettend veel patiënten voor de gek gehouden. Want normaal gesproken moet een fabrikant van een farmaceutisch bedrijf echt aantonen dat een symptoom, in dit geval is het niet een symptoom, maar oversterfte, niet ligt aan zijn product, dan ligt de bewijslast bij die fabrikant. En wat we nu zien is dat wij hier zitten als dokters met toch een vraag van, hey, kan het eraan aan liggen? Dat het een omgekeerde bewijslast is geworden, dat wij in één keer moeten pleiten voor een onderzoek. Terwijl eigenlijk had dat al lang bij de farmaceutische industrie moeten liggen. De lakeien van de macht hebben allerlei soorten verklaringen voor de oversterfte. Het enige wat ze zeker weten, en dat vind ik altijd bijzonder, hè, dat mensen dus wel zeker weten dat het niet gaat om de vaccinatie, dat dat niet een reden kan zijn voor de oversterfte. Maar wat is het dan wel? Je kijkt gewoon op een gegeven moment 1 plus 1 is 2. Als er niks veranderd is in de wereld, behalve dat ineens mondiaal er zo'n campagne is uitgerold, en zo'n vaccinatiecampagne, en tegelijkertijd daarmee zie je oversterfte, nou, dan ga je wat afvragen. En het feit dat onze overheid dat niet doet, en dat die sterker nog steeds doorgaan met die vaccinatiecampagne, dat kan ik alleen maar zien als puur te kwader trouw handelen. Dat is niet zorgvuldig. Dat is het aardigste eigenlijk nog wat ik erover kan zeggen.